Veiligheidsadviseur Melvin Linscheer trekt het kort geding dat hij woensdag tegen ex-minister Eugène van der San van Justitie en Politie had ingediend in. De ex-minister heeft namelijk zijn verontschuldigingen aangeboden. Op aandringen van Armand van der San heeft Linscheer contact gemaakt met Eugène van der San om zaken uit te praten. De ex-minister, die op weg was naar de luchthaven voor een korte vakantie, werd door Linscheer op Sanderij afgezet. Volgens de veiligheidsadviseur hebben zij uitgebreid over de uitlatingen gesproken. Deze verklaring was voor Linscheer voldoende om het korte geding in te trekken dat hij indiende om zijn naam gezuiverd te krijgen. Dit deed hij nadat Van der San maandag tijdens een persconferentie ernstige beschuldigingen tegen hem had geuit. Gisteren wilde Linscheer tijdens een ontmoeting met de pers vanwege juridisch-strategische redenen niet in details treden over de ingestelde vordering.